Met textiel, er gaat altijd textiel nodig zijn. Waar dat wij zitten ter wereld speelt geen rol. Als je creatief bent en als je iets wil doen, de wereld ligt voor je open. Wij hebben een zaak die Deka Design noemt. En wij doen eigenlijk een groot stuk van het ontwerpen van tapijten. We hebben elkaar dus leren kennen in 90. Allebei een heel andere achtergrond. Sophie uit de achtergrond van textiel. Mijn achtergrond was totaal geen textiel, maar gewoon, ik tekende heel graag. En ja, samen in die passie gegroeid. In een weverij komen bij klanten en een keer gaan kijken naar een stal en gaan voelen. En de jute, die geur van jute dat wij in het eerst hadden bij Beaulieu, dat was... Ik kan dat nog altijd oproepen en dat is zo lang geleden, maar... In school, in onze opleiding, moesten we alles op papier doen. Dus we maakten ons tekening, we kleurden ze in. Daarna moesten we nog een keer een kaarttekening omzetten. Nu is het rechtstreeks op de computer, heb je al die tussenstappen eigenlijk niet nodig. Kan je ook makkelijker gaan aanpassen. Is een kleurtje niet goed of een kleurverdeling niet goed? Wel, pas dat aan met de computer en het is gepasseerd. He. Dus in dat opzicht is het wel heel veel geëvolueerd. Vroeger hebben wij nog 's nachts naar de weverijen gereden met die skettes. Met de tekening erop, dat ze om 5 uur konden beginnen weven. Nu is dat gewoon per mail doorsturen. Het is heel veel vergemakkelijkt. He. Ja. Ja, mijn inspiratie komt vooral van alles dat je ziet rond je. Als je op reis gaat, als je ergens naar een winkel binnenkomt met decoratie. En dat kan ook in de natuur zijn, hè, dat je bepaalde dingen ziet. En dat neem je op in je ontwerp.